Ik vind het een geweldig verhaal, sowieso. Ja. Er zit zoveel in waar wij als, als mensen iets aan kunnen hebben. Allemaal cadeautjes. En die, die mag ons publiek mee naar huis nemen. En ik heb ook heel graag dat ze echt binnenkomen, snap je? Dat ze echt geraakt worden. Het is niet van we kijken naar een plat boek of naar een verhaal wat we allemaal kennen. Maar potverdorie, we zitten er zelf in. Ik zit mee aan het laatste avondmaal. Ik geef ook een beetje die Judaskus. Waarom zegt u niets? Heb elkander lief. Tovenaar soms? De passiespelen in Tegelen verbeelden het lijdensverhaal van Jezus. Na het ontstaan in 1931 is het uitgegroeid tot een theatergebeurtenis van internationale allure. Dit jaar is de 19e editie. Van 16 mei tot 12 september brengen meer dan 400 spelers en medewerkers het passiespel. Het drama dat de wereld voorgoed veranderde. In het eerste deel van deze driedelige serie kijken we naar de geschiedenis en de evolutie van de passiespelen en naar de schepping van de editie 2010. April 2009. We nemen u mee naar een zandgroeve in Belfeld voor het eerste persmoment. De eerste interviews worden gegeven en er worden foto's gemaakt voor op posters, in folders en op de bus. Kees Rullens is voor de 19e editie de regisseur. En alles wijst erop dat deze passiespelen anders worden. Je moet je ermee kunnen identificeren. En zo'n regisseur ben ik sowieso wel. Dat ik het spel heel graag dicht bij het publiek breng. En in dit geval doen we dat ook met vormgeving trouwens. Dus niet alleen de karakters, maar ook de vormgeving. Het wordt een soort van cirkel waarbinnen zich alles afspeelt. En het publiek is daar deel van. Persoonlijk verheug ik me iedere keer weer op het... Op de repetitie. Het is nou één keer per week. En dan, dan denk ik van, oh ja, volgende week mogen we weer. Dus het is gewoon geweldig. Ook als je daar zit te kijken en je hoeft niet mee te doen, dan is het, dan zie je zoveel dingen van, ja, wat zo mooi. Wat zo mooi. Ja, heel anders als vorige keer. Ben je daarvoor gekomen, vriend? Ik denk dat het publiek kan verwachten dat ze meegevoerd worden in het spel. Alsof ze zelf mee toeschouwer zijn. Alsof ze op dat moment het zelf meemaken. Dat is ook de intentie, denk ik, van Kees. Dat ze zich voorstellen dat ze daar op dat moment zitten en zijn. In die tijd. Hoe zou het gevoeld hebben als jij daar op die plek... zou zijn geweest. En hoe zou je dan gereageerd hebben? Ik heb dan 1990 voor het eerst meegedaan als bode. 1995 ook als bode met een kleine tekstrol, zeg maar. Het jaar 2000 mocht ik Matthäus zijn, apostel. Dan had ik een dubbelrol als duivel. En vorig seizoen was ik de Judas. En volgend seizoen ben ik dus, of dit seizoen dus, de Jezus. Het zijn ook allemaal verschillende... spelen geweest, allemaal verschillende teksten. Deze tekst die we het vorige keer gaan doen is eigenlijk voor de tweede keer. De rollen zijn allemaal verschillend geweest. De vorige keer vond ik de Judasrol een hele grote uitdaging en deze keer de andere kant van het verhaal. De Jezusrol, en vind ik voor mezelf heel speciaal. Deze tekst die hebben we al eens een keer gespeeld. Ik wel niet in deze rol, maar doordat Kees hem nou doet, die heeft een heel andere inzicht in het hele stuk. En die kan af en toe iemand helemaal in zijn rol brengen door er op een andere manier tegenaan te kijken. En te zeggen van, ja, maar dit is de achtergrond en we kijken dus van die kant. En ja, dan denk ik, oh, wacht even, zo zit dat. Ja, zo net waar je, snap je, als er net, zij zitten allemaal op elkaar min of meer en bij jou is net een half metertje ertussen. Ik wil heel graag dat mensen een beetje prakkezeren over, verdorie, wat heb ik nou gezien? Aan de ene kant gewoon dat het een hele mooie voorstelling was en aan de andere kant van, hé, wat is me nou overkomen? En wat kan ik daarmee? Nou ja, klinkt een beetje priesterachtig, maar ik denk dat het in principe bij iedere film of voorstelling die je maakt zou mogen gelden. Waarom doe ik het? Wat doet het met mijn publiek?
En als het iets met het publiek doet, dan is het goed. De passiespelen van Tegelen zijn al bijna 80 jaar een begrip. Bijna 1 miljoen mensen bezochten door de jaren heen deze theatergebeurtenis over het lijdensverhaal van Jezus. Het bezoekersrecord stamt uit 1955 met 160.000 toeschouwers. De laatste 5 edities werden gemiddeld door zo'n 60.000 toeschouwers bezocht. Verschillende regisseurs hebben de passiespelen onder hun hoede gehad en kregen de ruimte om hun visie op het lijdensverhaal van Jezus vorm te geven. Passiespelen zijn niet weg te denken uit het Tegelse sociale leven. Complete families zijn al generaties lang betrokken, als speler of als medewerker. Voor veel van hen vormen de passiespelen een belangrijk deel van hun persoonlijk leven. Mijn vader was een van de stichters van de passiespelen. En hij was ook in het bestuur. En hij zei tegen mij, jij gaat meedoen met de passiespelen. Ik was als kind boos en ik wilde niet, huilend het toneel op. Nou, in ieder geval, ik werd toen als kind van 6 jaar, word je dan gedragen door een of ander. En die ging met mij naar achter toe, daar kreeg ik snoepjes. En dat heeft mij, ja, overgehaald voor mee te spelen. Wanneer was uw eerste passiespel? Mijn eerste passiespel was in de jaren 1939-1940. En welke rol had u daar? Nou, ik had geen rol, want ik was gewoon bij het volk. Ik was kind van 6 jaar. Dus, en ja, al die tijd ben ik op 1 seizoen na, ben ik bij de passiespelen gebleven. Hoeveel keer zijn dat? Nou, dat zou ik zo uit mijn hoofd niet kunnen zeggen. Maar we hebben in de jaren 70 hebben we 2 keer gespeeld. En toen heb ik niet meegedaan. En nou ben ik in 1980 ben ik weer begonnen. Ja, en zodoende. En ik zit er nog. Dochters van Jeruzalem, huil niet om mij. Als men zo goed met het groene hout, wat zal het dan met het dorre gebeuren? Hé, hey, omhoog nu! Kom omhoog, dan kunnen we de kroon op ons werk zetten. Welke rollen heeft u zoal gespeeld? Oei, ik ben geweest proloog, ik ben rijzegster geweest, ik ben rijdame geweest, ik ben Esther geweest. Ik ben wasvrouw geweest. Ja, en dat is het zo ongeveer. En volk normaal, ja. Geen echt grote rollen? Nee. Ja, de proloog en de rijzegsters, dat waren wel knoerste van teksten, echt. Dat waren hele grote teksten. Maar niet jammer dat u nooit echt een grote toneelrol hebt gehad? Nou, nee. Kijk, het is zo. Je bent, als je de rollen krijgt, dan moet je tevreden zijn met wat je krijgt. En ik was een tevreden mens altijd, wat dat aan gaat. Hè? Dus ja, ik zou het eens leuk hebben gevonden natuurlijk om een Maria-rol of een Judas-moederrol te spelen. Maar ja, als ik daar niet geschikt voor ben, nou, dan is het uit. Als we naar het verleden kijken, welke passiespelen kunnen zich persoonlijk nog het beste herinneren? Of waar heeft u de beste herinneringen aan? De beste herinneringen? Ja. Dan moet ik... Nee. De beste herinneringen eigenlijk, de eerste passiespelen na de oorlog. Ja. Dat je weer elkaar zag, dat je er was. Dat het theater werd herbouwd. En je kon weer beginnen. En dat was voor mij geweldig. De hand voor leven die we zijn, genomen uit de overvloed, geheven uit een zee van tijd, kleine stukken eeuwigheid,
werd ook in Jezus neergelegd. Wat is er door de jaren heen veranderd? Ja, op de eerste plaats de manier van spelen is heel erg veranderd. Want vroeger was het heel gedragen en plechtig en weet ik wat niet allemaal. Maar dat is tegenwoordig niet meer. Het is al de laatste seizoenen een beetje veranderd en de tekst is ook veranderd. Maar de manier waarop we dit keer spelen is heel anders. Want daar heb ik toch echt wel ook aan moeten wennen. Ja, vertel eens. Want ja, je was dat gedragene was je gewend. En dat plechtige was je gewend een beetje. En we hadden vroeger een tekst van Pater Schreurs, Pater Jacques Schreurs. En dat was allemaal op rijm. Dat was weer heel anders. Dus ja, er zijn zoveel verschillende manieren van spelen. Dat kun je eigenlijk niet vertellen. Dat moet je meemaken. Werkpaard, stikkend in je haan. Laat ons hier klagen uit jouw. De tekst voor de 19e Passiespelen is, net als in 2005, van dichter en hoogleraar Nederlandse letterkunde Wiel Kusters. Ik heb me vooral gebaseerd op het Johannes-evangelie. Het evangelie naar Johannes. Dat is volgens mij ook de meest dichterlijke tekst. Waarin ook, laten we zeggen, dat bijzondere van Jezus van Nazareth eigenlijk voortdurend voelbaar wordt, zichtbaar wordt. Johannes heeft hem eigenlijk het meest geïnterpreteerd, het sterkst doorgelicht, zou je kunnen zeggen, die figuur van Jezus. Ja, ik ben geen theoloog en ik weet dus ook niets van de didactiek van de religie of zo. Of religieuze educatie. Dus ik heb daar verder niet zoveel ideeën over. Ik heb op mijn manier geprobeerd hier mijn bijdrage aan te leveren door die tekst te maken zoals die is. Het verhaal van de laatste dagen in Jeruzalem van Jezus Christus, dat staat rotsvast. Dat is de basis van onze cultuur. Dat zal nooit weggaan. Dat hoef je ook niet te motiveren. Er kunnen problemen zoals nu bijvoorbeeld zijn in de katholieke kerk. Er kunnen in andere delen van de samenleving kan het de motivatie voor het geloof verdwijnen. Maar de belangstelling voor dit verhaal verdwijnt niet. Hij is de trots. Hij is gewoon te trots. Het blijft gewoon een hooghartige. Ik heb nog nooit iemand zoals hij gezien. Wij ook niet 100 man. Maar daar is ook alles mee gezegd. Het is de tweede keer dat er de passiespelen worden opgevoerd met uw tekst. Ja. Vorige uitvoering, 5 jaar geleden, is een wereld van verschil met de huidige uitvoering. Ja. Toch dezelfde tekst. Hoe kan dat? Niet helemaal dezelfde tekst, maar toch grotendeels dezelfde tekst. Ja, een andere regisseur. Het is natuurlijk toch met deze dingen zo dat veel afhangt van, als het gaat over de concrete voorstelling, de interpretatie van de tekst, dat veel afhangt van de regie, van het regieconcept. Van ideeën van de regisseur over het toneelbeeld, de aankleding, tempo, zulke soort van dingen. Ik probeer even uit mijn hoofd vanaf het begin. Ik denk dat dat binnenkomen vallen van dat kruis, dat is wel een heel mooi beeld hoor. Dat is wel heel gek. Dus hij moet zodanig geprepareerd zijn dat hij eigenlijk eventjes... Ja, dat komt wel. Dat is een paar keer gedaan. Hè? Ja, moet je een paar keer doen. En dan wordt hij gevraagd om de passiespelen te regisseren. Hoe deed ze dat? Volgens mij kreeg ik in eerste instantie een telefoontje en toen hebben we een afspraak gemaakt. En toen zijn we samen rond de tafel gaan zitten en het ligt alweer heel ver achter ons, maar daar sprong toch wel een vonkje tussen ons over, denk ik. Ja. Oké, we zijn begonnen, dames. Heren, aandacht. Hoe kies je nou toch een regisseur uit voor een passiespel? Nou, dat is een hele kluif. Ja, daar hebben we vaak genoeg ook slapeloze nachten over gehad. En het is ook een beetje intuïtie.
Het begint eigenlijk met het kiezen van een schrijver, het kiezen van een tekst. En voor deze productie zijn we naar Wiel Kusters gestapt en hebben gezegd, we willen de mens van onze tijd wil het geheim leren kennen, wil het mysterie leren begrijpen. Daar, in die richting, willen wij een tekst en daar hebben we een regisseur bovenop gezet die bereid was dat te ontwikkelen, maar die ook, laten we zeggen, verstand had van amateurs. Ook ons soort spel kon begrijpen, onze Limburgse cultuur. Hier voel je trouwens dat er in de muziek precies een gat zit om die tekst te doen, hè? Hoeveel ruimte kreeg je? Ja, gek genoeg, eigenlijk alle ruimte. Kijk, je moet natuurlijk ook voor een deel jezelf begrenzen. In die zin dat de inhoud van dit verhaal is natuurlijk zo wezenlijk. Ja, als je daaraan gaat morrelen, dan ben je volgens mij niet goed bezig. Maar als je daar integer mee omgaat en je blijft daar trouw aan en je probeert zelfs binnen het spel het nog meer te verdiepen, dan krijg je maar alle medewerking en ruimte om dat te doen. Oké, maar als zij tekst doet, staan ze stil of gaan ze heel langzaam doen? Ja, langzaam. En we slaan wachten tot ze klaar is. Ja, voorlopig even. Ja. Als zij het weer afdoen. Ja. Doe maar niet bij je. Maar je moet wel even kletsjes onderleggen. Ja, precies. Jij hebt vrij spel, dat hebben we hem gezegd. Dat is ook echt ons beleid. Nou, we kwamen natuurlijk wel tot onze grote schrik erachter dat die plannen veel duurder waren dan wij zouden kunnen betalen. En alvorens om een wonder te gaan bidden, hebben we geprobeerd sponsors te vinden. En dat is wonderwel heel goed gelukt in onze tijd van economische crisis. Dus we hebben een groot gedeelte van deze ideeën kunnen realiseren, gelukkig. Zijn al je wensen uitgekomen op productioneel gebied? Ja, het begint er wel heel erg op te lijken, moet ik zeggen. Goeie genade. Ik kan me nog wel herinneren dat ik aankwam met mijn regieconcept en met de plannen voor de kleding en de grim en de pruiken en muziek en decor. Ja, dat was nogal een waslijst. Waarvan ik toen eigenlijk, heel eerlijk gezegd, dacht van, nou ja, alles kan nooit. Maar ja, ik denk dat we toch wel heel ver gekomen zijn. Ja, dus dat is echt genieten. Maar goed, dat merk je ook aan iedereen. Van iedereen heeft iets van, jeetje, wat zijn we aan het doen? Wat gaat er gebeuren? Nou, en hopelijk gaat er een hele hoop gebeuren. Tot zover aflevering 1. Volgende week kijken we achter de schermen van de passiespelen met de bouw van het decor, mannen in jurken, de muziek en een opknapbeurt voor het kruis. Voor extra filmpjes, foto's en verhalen kunt u terecht op passiespelen.nl.